Yo kijkers van Wegenwal Mike en vandaag zijn we terug met een nieuwe Minecraft Skywars aflevering op de Cubecraft server. In ieder geval, vandaag spelen ze wel als gewoonlijk Skywars en dan denk je bij jezelf, Mike, wat de fuck heb jij in je hand? Wat heb je met je skin gedaan? Wat heb je gedaan? Er is geen people job, ja, dan gewoon je mond, die is er niet. Klaar. Oké, ik ga verder. Wat heb je met je skin gedaan? Tada! Dit is de koning Willem-Alexander skin. Iemand zei tegen mij van, hey Mike, maak een skin van Koninginnedag. Dat zei iemand tenminste in mijn survival opname, dus de reactie komt nu in beeld. En ja, dan dacht ik van, dat is wel een tof idee man, dat is wel tof. Dus ja, vandaar de koning Willem-Alexander skin. En daar gaan we dus nu ook even mee rekken. Wij gaan even laten zien hoe goed Willy is. Hoe goed die oude koning van ons wel is. Hoe sterk hij is, hoe sterk hij van Willy is. Dat gaan we dus even nu laten zien. Dus als je kijkt naar de video, dan zien we hoe we alles rekken. Hoe we al deze mensjes op een omgekeerd eiland even recht gaan zetten. We gaan het even doen. Oké. Ik neem de eierkit, by the way, omdat dat gewoon handig is om iedereen eraf te gooien. Ze zeggen, dat is de tactiek van Dutch Terms. Maar dat is onzin, want dat is gewoon ooit iemand die heeft bedacht van, hey, laat ik eieren gooien. En Dutch Terms heeft een keer tegen gehad, hey, dat is slim. Laat ik eieren gaan gooien. En toen, ja, zo ontstond de eierkit, als het ware. Het is wel echt een hele lullige tactiek, moet ik wel toegeven. Godverdomme. Dan krijg ik ze er niet af ook. Wat is dit nou weer? Wat is dit nou weer? Nou, heb ik tenminste 40 eieren in mijn inventory. Ook leuk. Ook leuk om meegenomen. Hopelijk word ik er nu niet zelf afgegooid, want die gaat voor een ander graaf. Die vallen er zelf in. Oké. Als het goed is, heb ik een diamond sword. Dat hoop ik tenminste. Want anders... Ja, kijk eens aan. Daar is hij al. Kijk, als je erom vraagt, dames en heren, dan geeft Cubecraft dat. Dus dan moet je gewoon rekening houden. Dus zeg je van diamond armor. Kijk, dan krijg je diamond armor. Dus dat moet je dus ook gewoon doen. Dus gewoon wees aardig tegen Cube. Scheld hem niet uit. En wees gewoon een keer lief. Weet je, maak een gebakje voor hem klaar. I don't know. Doe wat leuks. Oké, maar we gaan in ieder geval even onze spullen sorteren. Ik wil echt... Ja. Zie ik dat nou? Zie ik dat nou goed? Zie ik dat nou goed? Nee, dat zie ik verkeerd. Ik zie daar een taartje. Ik zag het wel goed. Dat was echt helemaal niet waar ik op gefocust was. Maar oké. Ga eraf. Het is echt heel erg... Wat? Ga van mijn eiland af? What the fuck? Wat doe je op mijn eiland? Wat doe je daar nou weer? Oké, what the fuck? Hij had me echt easy kunnen rekken daar right there, maar oké. Heks. Ik zie niet welke hek ik gebruik. Sorry ik het zeg, maar volgens mij stond je tegen een ladder in te rammen, niet tegen mij. Want ik gebruik de letterlijke hex. Die diamond sword kan trouwens ook weg. Ik pak wel deze. Die is even een stukje sterker. Oh mijn god, deze chest heeft helemaal niet geloot. Hij is helemaal vergeten omdat ik hem probeerde te poken. Nou, daar heb je ook nog wel eens wat aan. Oké, heb ik niet beter armor toevallig? Nee, die heb ik niet. Dat heb ik niet bij de hand. Laat ik even wat diamond helmet shit eraf gooien. En eventjes de bogen bij me pakken. Want ik heb echt super veel arrows, zo te zien. En met die arrows gaan wij ook natuurlijk een beetje wat dingen proberen. Maar ik ga natuurlijk het meeste met het zwaard spelen. Waar ik ook wel een beetje... de bekendheid om heb. Dat gaat dus even mooi niet gebeuren. We gaan niet twerken tegen iemand die je niet kent. Dank u wel. Wat dropte ik? Ik dropte iets. Volgens mij... Oh, ik snap het al. Ik klikte... Kijk, als ik deze hier ophoud en ik doe 2... gaat die... Oh, nee. Nee, ik weet niet wat er gebeurde. Nee, ik weet het niet. Ik klikte ergens op, maar het ging niet... Het is nog goed gegaan. Gelukkig. Oké, pak onze boog er even bij. Ik ga mijn boog trouwens wel op 2 zetten. Omdat het even een stukje fijner is met... Nee. Boog op 3. Dat was hem. Boog op 3. Ik heb normaal terugslagzwaard heb ik op 2 staan. Zwaard op 1 en dan boog op 3. En de pearl op 9. En dan weet ik precies hoe ik moet, zeg maar, hoe ik moet aimen en hoe ik moet switchen en dat soort dingen. Dat heb ik dan gewoon voor mezelf aangeleerd als het ware. Als je dat zo mag noemen. Nee, dat gaat dus even mooi niet gebeuren. Oh, dat gaat dus even mooi wel gebeuren. Misschien niet. Nee, hou nou eens op. Ik wil niet vechten. Ik wil vriendjes maken. Ik wil vriendjes zijn. Laat me vriendjes maken. Laat mij nou eens gewoon in deze game vrienden worden. Laat mij dat nou gewoon eens één keer proberen. Ja? Heb je me begrepen? Godverdomme. Heb je me begrepen? Je hebt me niet verstaan. Nee. Wat? Hoe gaat die gast niet dood? Dat was best wel weird. Oké. Maar die gozer had een Iron Boots. Dus die wil ik wel hebben. Dus laat ik even kijken. Heb je Diamond? Heb je Iron Boots? Heb je die? Nee, die wil ik niet. Die wil ik. Kijk eens. Dan ben ik even iets beter gearmd dan wat ik nu heb. Zoals je kunt zien. Wat ik nu heb is helemaal geen bootjes.
Weet je, zo, trap je zo meteen in een steentje. En heb je weer wat aan je voet. En dan moet je weer fixen. Dan weet ik het wat. Oké. Dat is dus niet slim dat je daar gaat staan. Nooit AFK staan op een plek. Ik kan niet eens richten. Je hebt geluk. You got lucky this time. You got luck. Oh. You are getting wrecked this time. Later. Oh, jammer. Ik had echt gehoopt dat ik hem daar had. Nee, hou nou eens op. Ik gooi een sneeuwbal op zijn bek. Dan gaat hij stoppen met aimen. Kijk maar, dan gaat hij stoppen met aimen. En dan loop ik erheen. En nu. Oh. Weet je, ik wil niet de hele tijd met sneeuwballen of met zwaarden de hele tijd gaan. Klootviolen, dat is niet echt leuk. Ja, oh, jij hebt Diamond Boots. Je hebt Diamond Boots. Die wil ik wel hebben. Die wil ik wel hebben. Hé, hey, doe dat dus niet. Hé. Hey. Vind je het normaal? Ik moet het in de fik zetten. Vind je het normaal? Vind je het normaal? Vind je het normaal? Vind je het normaal? Ik zit je gewoon... Ik zit je... Oh, ik ga dood. Nee! Oh mijn god, ik ging door de fire damage ging naar beneden. Als je dat terug zag, dan zag je dat ik sprong, maar door de fire damage werd ik weer naar beneden gegooid. Oh ja, maar nu heeft een dude die helemaal niks gedaan, dat die taart op het begin. Als ik die gewoon eraf had gegooid met eieren, had ik gewoon gewonnen. Leuke game, dat wel. Hij was super chill. Ik heb lekker een beetje wat kunnen doen. Dat sowieso. Bam, 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 bam. Ik ga even kijken. En ik ga proberen deze Bones te joinen, omdat ik Bones een van de lekkerste rush maps vind. Voor de mensen die niet weten wat rushen, het is tegenovergestelde van campen. In plaats van dat je heel veel gaat stilstaan, ga je dus heel veel van landje naar landje naar landje switchen. En doe je dan nog gewoon de hele tijd door. Ik heb trouwens wat Skype berichten die ik even niet ga lezen. Ik dacht namelijk dat ik nog een Skype call zat, maar ik ben er blijkbaar wel goed uit. Nou, tenminste de call is opgeheven, dus ik kan zeg maar niet... Je kan niks meer horen. Niet dat er opeens een of andere Hartie of Mouse het opeens van... Hallo Mike! Weet je wel, want dat is kut. Dus ja. Ik zit een beetje te kijken eigenlijk. Welke kit hier het handigst voor is. Ik zal steeds zeggen swordsman. Maar lumberjack is ook niet verkeerd. Alleen heel veel anderen nemen ook offense of defense. En offense is echt vervelend. Want dan kan ik gewoon niks tegen beginnen. Get een nips. Get wrecked. Oké. Ook aardig om mee te beginnen. Kijk. Get, jongens. Get wrecked. Jullie zijn noob. En jullie worden gerekt. Doei. Have a good game. Weet je wel, dat klinkt er... Oh mijn god, ik heb veel diamond. Dit is echt... Dit is insane. Ik heb letterlijk gewoon een golden apple. Ik heb veel diamond. Ik ben super sterk nu al. Kijk, ik ga even goed switchen. Oké, dat is wel mooi. Nou, dan gaan we gewoon naar een eilandje toe. Want dan ben ik geen poes die dan... niet naar eilandjes toe gaat bouwen. Je kan het al eigenlijk gewoon... zien aankomen. Hij killt er nog iemand. Je kan het eigenlijk al gewoon zien aankomen dat mensen alleen maar in dat soort maps gaan staan, wachten met sneeuwballetjes en boog en dan wachten tot jij gaat bouwen. En ik heb daar echt een ergernis aan. Maar ja, ik doe het zelf ook. Dus ik kan wel lekker zo op zeggen, het mag niet, maar ik doe het zelf ook. Dus ja. Voor deze map neem ik trouwens Iron Golem. Ik heb helemaal niet doorgehad dat we jungle gingen joinen, maar oké. Dat maakt niet uit. Het is wel altijd een lekkere knusse map, zeg maar. Van allemaal lekker knus bij elkaar. Net of we in het midden een kampvuurtje gaan neerzetten. En wie als eerst bij dat kampvuurtje is, die heeft gewoon alle knakworsten, zeg maar, op die manier. Dat is echt de prachtigste uitleg ooit. Wat slaat dat nou weer op? Nee, heb ik weer geen chest? Nee, meen je dit? Oké, oh mijn god. Ik heb letterlijk geen chest gekregen. Ik ben blij dat ik Arm & Golem heb. Oké, we moeten dus een soort van een beetje self-survival als het ware. What the fuck, Mauser was op deze server. Oké, lol. We moeten dus een beetje self-survival als het ware. Dus dat gaan we ook even doen. Dus zo. En dan maken we even een zwaardje. Oké, dit is dus het enige wat we hebben als het ware. We hebben dus gewoon fucking een paar blokjes. En we hebben een oud zwaardje en we hebben een potato. Beter leven kan je gewoon niet hebben. Dit is echt zeer triest. Dit is echt triest. Ik weet sowieso dat ik gewoon dit niet ga winnen. Dit is gewoon puur survival. Ja hoor, die gozer. Ik vraag me af, als hij geen goed zwaard heeft, ga ik naar hem bouwen. Dat is zeker. Als hij geen goed zwaard heeft, ga ik gewoon naar hem bouwen. Oh ja, hij weet het gewoon. Hij weet gewoon dat ik wil bouwen. Maar ik heb geen kist. Dat vind ik echt kut. Ik weet ook... Volgens mij heb je echt eilandjes waar geen kisten zitten. En ik heb helemaal geen kist gekregen. Ik zie hem tenminste helemaal niet zitten. Ik weet niet of ik blind ben, maar volgens mij is er gewoon werkelijk geen kist hier. Kijk maar. Als het goed is, zie je ze gewoon niet. Beetje kut. Oh, hij gaat ook boom maken. Oké, fuck it. Go for it. Nee.
Nee. Oké, beter. We hebben hem. Nice. Oké, wat heeft hij? Eten. En hij heeft een silk touch. En voor de rest helemaal niks. Oké. Nou, dat is ook goed. Ik kan die dude maar beter niet aanvallen, want die gozer heeft... Die gast heeft een Iron Sword. Als ik hem kill, is het wel echt insane. Dan is het gewoon echt van lekker gedaan, maar... De kans dat ik hem kill is echt heel laag. In ieder geval, hij gaat naar midbouw, dus... De kans is er wel, maar... Te klein. Het is zeg maar te riskant om daar... Als het ware heen te gaan. Oh mijn god, nee. Beter. Ik wist niet hoe ik hem naar links kreeg, maar dat maakt niet uit. Had hij wel armor eigenlijk? Had hij wel iets? Hij had wel houten zwaarden. Oké, hier zijn weer potatoes. Dat is dan weer even mooi. We zijn op zich nog wel lekker bezig. We hebben er 2 mensen afgehaald. Maar eigenlijk heb ik ze liever zeg maar doodmaken. En dan letterlijk die steulen oppakken. Want als ik die diamond dude zijn chestplate had gehad. Dan had dat wel echt een verbetering geweest voor mijn... Ja, voor mijn armor en zo. Dit is echt zielig. Dit vind ik echt zielig. Oh, nee. Even voordat je het weet, wat er net gebeurde. Dat kan jullie niet zien, maar er kwam net een tv pop-up in mijn beeld. Dus ik zag de helft. Maar ik heb er nog 1 iemand gekild. Ik heb in ieder geval zijn vriend gekild. We gaan in ieder geval naar het laatste potje. Ik hoop dat deze wel beter gaat dan al die andere potjes. Omdat... Of ik word net afgegooid of ik heb gewoon, zoals je net al zag, ik had gewoon geen chest. Dat is gewoon helemaal kut. Ik ga niet weer trees joinen. Ik ga een beetje een mapje zoeken wat ik niet heel vaak aanraak. Welke map raak ik niet veel aan? Nou weet je wel, fuck it. Ik join Nether. Nether is nu ook gewoon 9 tot 12. Dus dan denk ik ook zo van, ja weet je, why not? Dan kan ik ook meteen beginnen. Niet dat het uitmaakt voor jullie. Maar, ja, ik weet niet. Kijk, als ik knip erin, zeg maar, dat doe ik nu niet. Maar als ik er normaal aan knip, dan heb je, zeg maar, al die stukken, die zijn dan weg. En dan heb je er geen last van. Dus als ik heel lang zit te wachten, dan maakt het niet uit. Maar als ik gewoon de hele tijd doorlul, ik heb wel eens, dan weet ik even helemaal niks te zeggen. Dan knip ik dat eruit. Maar hier heb ik wat te vertellen. Dan vertel ik het. Dan doe ik gewoon normaal. Je wilt echt niet weten wat ik hier achter mijn computer zit te doen. Gewoon echt met handgebaren, weet ik het wat. Ik wil echt heel graag facecam, maar ik moet het aan mijn ouders vragen, of het mag. En als hun het goedkeuren, dan keur ik het ook. En dan is het mooi. Oké, ik heb een aantal wat blokjes. Ik heb een heel klein beetje armor. Wel een beetje dubbel op armor. Ja, echt heel erg dubbel op. En dat was het dan ook maar weer. Nou, laat ik deze eraf gooien. Niet meer nodig. Oké, die eventjes daar. Die niet meer nodig. Eventjes de dingen eraf gooien die ik gewoon helemaal niet meer wil hebben. Oké, zo. Let me get this straight. Oké. Ga jij maar bouwen? Of we gaan gewoon hem toe? Fuck it. Sowieso heeft hij een diamond sword. Sowieso ben ik gewoon fucked. Dat maakt niet uit. Wat? Wat? Die gozer had lag. Wat? Volgens mij heeft hij fly axe. Volgens mij heeft hij fly axe. Kijk hem glit. Wat? Huh? Lag ik hem of lag de server? Ik snap er nu helemaal niks meer van. Of ik lag. Of de server heeft heel veel lag. Oké. Dit is pittig apart. What the fuck? Kan ik wel kisten? Oh, nee, ik kan gewoon helemaal niks. Ik kijk even aan. Lol. What the fuck? Ik ren wel even terug. Replay. What the fuck? Volgens mij lag de server. Of mijn hele internet ligt er gewoon nu op dit moment uit. Ik ga even kijken ook. Het is niet mijn internet. Wat? Het is letterlijk niet mijn internet. Het is letterlijk... De hele server lang hangt stil. Wat? Ik kan ook gewoon bouwen. Wat? Ik wou wel zeggen. Geen response. Inderdaad. Oké, lol. Die match hebben we dus soort van... niet gewonnen, niet verloren. Het server is vol. Ik ben gewoon gekickt voor de server. De server is nooit vol voor mij. Ik ben zo klein. Al laat ik een grote spattend einde zien. Maar kom op. Laat me joinen. Laat me joinen. Laat mij. Alsjeblieft. Die server. Dank u wel. Dank u wel. Oké, beter. Zeer waarschijnlijk lag de server er gewoon helemaal uit. Of ik werd er hier uitgegooid. Dat ik gewoon random. Zeg maar dat er VIPs bij komen. Dan word ik er gewoon random uitgegooid. Ik ga deze keer even niet in op jacht. Daar was ik net wel in. Maar dat maakt dit nu even niet uit. Oké, we joinen als laatste match. Joinen wij Pokémon. En Pokémon is een leuk spelletje wat ik veel heb gespeeld.
Voor de mensen die heel erg nieuwsgierig zijn en benieuwd naar nieuwe series, binnenkort komt Hunger Games eraan. Dus wees op je hoede. Ik ga het op Mindplex spelen op eu.mindplex.com als ik het goed zeg. Omdat ik ten eerste de Hunger Games daar wel mag. Ten tweede, ik heb niet zo super veel lag of zo. En ten derde, ik vind daar de specials en weet ik het allemaal wat je allemaal hebt. Dat vind ik gewoon vet. Ik weet niet. Het is zo vet. Hier op Hunger Games, hier zeg maar Survival Games noem je het ook wel. Op Cube is gewoon eigenlijk geen reet aan. Vind ik dan. Dat is mijn mening. Maar ik vind er gewoon niet echt heel veel aan bij Cube. Omdat gewoon, ja, ik weet niet. Je hebt niet zoveel. Je kan niet zoveel. En ja, ik weet niet. Ik vind wel dat beter aan Cube dat de maps wat kleiner zijn. Dat je elkaar wat makkelijker kan vinden. Dat is dan wel weer iets wat ik... wat dan wel weer zo is. Tenminste, wat ik dan weer vind. Niet dat het meteen zo is. Oké. Okay. Hebben wij een boog? Nee. We hebben wel lava en we hebben sneeuwballen. Dus die heb ik er ook even bij gepakt. Gooi ik de XP even kapot als dat kan. Wat? Zijn ze nu nog met z'n twee aan het teamen? Oh, ik dacht echt dat ze heel dicht bij elkaar zaten. Nee. Hou hem maar gewoon op. Nee. Weet je, als je dit ook doet, dan vraag je er ook gewoon om. Weet je, als je gewoon... Hé, niet op me schieten. Dat is niet aardig. Kijk, als je dat gewoon doet op mij, dan vraag je gewoon bij mij om oorlog. Dan heb je gewoon de oorlogsfakkel, als het ware, in je handjes. En dan hoef ik gewoon, ja, dan hoef ik gewoon niet meer te bed. Daarvoor wil ik je gewoon doodmaken. Oké, wat we dus doen, gooien hem naar achter. En dan vervolgens, oh nee. Nee, nee, oh mijn god, die dude rekt ons ook nog, hoe dan? Wat? Die dude rekt mij ook gewoon nog. In ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Like deze video als je hem leuk vond. Deel deze video natuurlijk met je vrienden, favorieten en al die andere dingen. En dan zie ik jullie terug bij de volgende Minecraft Skywars Survival. Of weet ik het wat. Team Skywars heb je ook nog, maar die server. Of server. Die serie komt één keer per week op mijn kanaal. En die zal misschien nog wel minder op mijn kanaal komen. Omdat ik het minder leuk aan het worden vind. En dit eigenlijk weer wil oppakken. Gewoon weer leuk vind. Dus ik zie jullie weer bij de volgende video. In ieder geval later.